Ik ben Calista, 19 jaar oud en heb een eigen mening. Dat wordt in Nederland niet altijd geaccepteerd. Dit is Jan-Peter Balkenende. Hij is onze premier. Hij lijkt op Harry Potter. En dit is Geert Wilders. Hij heeft raar haar. Dat is mijn mening en van hem mag je die uiten in Nederland. Helaas zijn er veel discussies geweest over het uiten van je mening. Op 2 november 2004 werd Theo van Gogh vermoord. Hij heeft veel losgemaakt in de Nederlandse samenleving met het uiten van zijn mening. Ik vind dat je mag uiten wie je bent, wat je voelt en hoe je eruit wilt zien. Helaas wordt er door de politiek in Nederland ons mond op slot gedaan. Hoe zit dat bij jou? Kun jij zeggen wat je wilt? In elk land zijn er politieke partijen met andere standpunten. Dat is goed, zo kan iedereen de kans krijgen om te kiezen wat hij het beste vindt. Er is opspraak over de burka in Europa. Mensen zijn bang dat er onder het gewaad een terrorist zit of iets anders gevaarlijks in hun ogen. In Nederland zijn ze zo bang om multicultureel te worden. Het slaat nergens op. Barbie is tegenwoordig ook multicultureel.